zo, dat is weer ouderwets met jou, hè? Goed, hè? Oh, hey, we zijn weer een kommetje. Ah, heerlijk. Heerlijk. En ook zo'n chic land. Dat is een chic landgoed, maar daar heb jij mij mee naartoe genomen. Ja, als ik het doe, doe ik het goed, hoor. Als het doet, doet het goed. Nou, dat is wel. Dat het zeker dankzij Rob en zijn team hier een waanzinnig. De grote dag is aangebroken. Vandaag gaat het gebeuren. Vandaag moeten we alles klaar hebben voordat gasten vanavond komen. En ik heb mijn kleding bij me, mijn pak zit al binnen, mijn tas is er, nieuwe schoentjes gehaald. Je moet wel fris en fruitig en spik en span eruit zien vanavond. Maar voor die tijd is nog behoorlijk wat werk in de winkel, dus ik zal zeggen, aan de bak. Kerst 2017, we gaan beginnen. The club isn't the best place to find the lovers of the body's falling to. I'm in love with the shape of you. Kijk, Roderick, dit is het entree. Hè? We gaan een eigen entree maken. Hier komt de rode loper te liggen. Ja, en dan is het natuurlijk de bedoeling dat als je hier aankomt lopen, dat je een beetje zit te genieten. Er is een heel mooi bos, er is een heel grasveld. Ik zou zeggen, leef je uit. Ja, ik vind het een hele leuke uitdaging. Jullie een keertje binnen en ik een keer buiten. Een soort lichtshow, hè? Nou, ik wil het eigenlijk een ander thema. Ik ga een magische entree geven hier. Een magische entree? Is dat sprookjesachtig? Ja, ze komen hier binnen, hebben ze het gevoel al. En dan komen ze daar en dan... Ja, daar moet ik nog allemaal planten in zetten. Dus mag je hier helemaal uitleven. Ik ga die bomen, het bos, daar. Ik ga het pad uitlichten. Ik ga er gewoon een mooie magische show van maken. Magische show? Ja, ik heb liever een sprookjesachtige show. Magisch, dat klinkt zo als het weer verdwijnt. Dat gaat nog niet gebeuren. Maak een sprookjesshow van. Hij maakt toch een sprookjesshow. I wanna thank the storm that brought the snow. Thanks to the string of lights that make it glow. But I wanna thank you, baby. You make it feel like Christmas. Even kijken wat we nu al hebben gedaan. Hier, zitten allemaal. Als je het kan zien. Vuurkorven. Nou, hier. Dit is dus het pad waar de gasten straks naartoe gaan om zo meteen naar de gluwijnbar te komen. Overal hebben wij spotsgangen. Nou, hier, ik weet niet of je hier beneden ziet. Hier hebben we wat spots verstopt. Hier hebben we een spot verstopt. Daar een spot. Daarachter hebben we de boom uitgelicht. Overal staan spots. En nu staan ze nog uit. Maar zo meteen als het aangaat, trust me, dat is echt een magisch, of zoals Rob zegt, een sprookjesachtig gevoel. Ik ben benieuwd, ik heb het nog niet gezien, maar het komt vast wel goed. Iedereen is druk bezig en wij zijn hier buiten bezig. Rob heeft al een mooie kersttafel gemaakt. Een mooie barbecue van Jeremy natuurlijk. We hebben de pot hier met de mooie lampen erin. We zien al die spots aan de zijkant al opgebouwd worden tot helemaal achterin. Dus het wordt zo meteen echt een hele mooie sprookjes binnenkomst. Kijk, en dan hier hebben we dan onze grote vrienden die het voor ons verzorgen, toch? Of niet? Zeker. Wat vind je van? Heb je er zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Ja? Ja, leuk om dit een keertje zo mee te mogen maken. En super om jou te mogen helpen. Dus, cool, hè? Kijk, ja. En dit is de oppersmurf. Arianne. Hey, schat. En? Ja, zin in? Super, ja. Ben je er klaar voor? Leuk. Denk je dat het gaat gebeuren? Het gaat altijd gebeuren. Nou, we hebben wel een uitdaging zo meteen. De hele dag is het droog, maar om 6 uur volgens buienradar. Als de gasten komen. Als de gasten, ik hoop dat ze komen. En als niet, hebben we genoeg eten over. Dus dan gaan we naar binnen. Ja, top. We gaan gesteld door. Zo, Roderick. Je bent druk bezig, hè? Mooi, hè? Dat hele effect zie ik nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, zo meteen als het wat donkerder wordt, dan zie je echt alle bomen oplichten. En dan wordt het een sprookjesbos. Ja, dat was afgesproken. Sprookje. Ik had gezegd maar, dat nou klets je lekker. Ik zie allemaal mensen lopen, dus die helpen je mee. Want je doet het niet alleen. Nee, het is zo groot. Ik heb hulp nodig. Dus ik heb een bedrijf ingeschakeld die mij meehelpt om het zo meteen echt een sprookjesachtig effect te geven. Nou, ik ben benieuwd, hè? Een bedrijf? Het is een bedrijf die dat doet. Ja, en dan zie je hetzelfde als Steve Jobs bijvoorbeeld. Een nieuw product op de markt brengt. Dan bedenkt hij het en dan maakt hij een heel evenement eromheen. Maar het moet er nog wel geregeld worden. Oh, zij doen die hele show. Ja. Dat maken zij. Ja, het zijn niet mijn lampen en alles. Zij regelen dit allemaal. Dus als bedrijf zeg je eigenlijk, want het is alleen voor bedrijven. Ja. Dan zeg je op een gegeven moment bijvoorbeeld, ik wil een sprookjeshow hebben. Want ik wil wat tonen. Ik wil een plan tonen. De hele horens wil ik tonen. Nou, in dit geval de hele bos gaan we je opbouwen. En dan maken ze opbouwen. Een show van. Zij doen dat voor me. Nou, dit is in ieder geval. Ik ga vanavond zien of het echt een sprookje is. Ik wacht voor de man. Ik ben benieuwd. Zo, je ziet het langzaam gebeuren. De boom wordt langzaam blauw. Deze boom wordt blauw. Veel meer bomen daar uitgelicht. Het pand zelf, ja, het is nog een beetje schemerig, maar de avond begint te komen. Het wordt langzaam blauw. Daar heb je ook het ijssculpture. Dus
als ik het een thema mag geven, dan zou ik zeggen, het is het sprookjes van Frozen. Je hoeft zo gaan kijken, ze zijn druk bezig met opnames en voorbereidingen, dus je moet even stil zijn. Nou, maar dat vind ik heel bijzonder, ze even overvallen. Ja, schat, maar 23 december moet iedereen kijken. Vind je niet? Ja, het wordt een gigafeest. En het wordt een feestje voor ons ook. Dat wij vinden het heel leuk. Ja, super. 23 december, kijk, Rob zal het aanbouwen. De kerstkoning, hè? Dat is die. De kerstkoning? Ben jij de koningin? Nou, graag. Kijk, het stofje is er al. Dan gaan we ook even stiekem kijken in de keuken. Daar gebeurt het. Gaat vanavond. Kijk, wat een gezellig. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Hey, gaat het een beetje? Ja, gaat helemaal top. Ja, nou, ja, zij is echt goud. Hij was ook de hele dag met banaantjes en chocolaatjes en allemaal. Ja, top. Ik ga goed voor je. Top. Dankjewel. Even kijken hoor. En daar zijn de koks bezig. Even kijken wat ze gaan koken. Oeh, jammer. Dat wordt smullen vanavond. Nou, Roderick, één ding. Ik zei, ik moet je sprookje 's avonds bekijken. Je bent geslaagd. Mooi, hè? Ja, je zit te glunderen, hè? Ja, kijk, we staan samen allemaal en hier die bomen zo aan. Kijk, dat geeft toch een sfeer? We hebben het sprookje van binnen naar buiten gebracht. Helemaal tot achterin. Ik vind één ding jammer. Vertel. Dat is dat het regent. Dat is een beetje jammer, maar ik ben in ieder geval blij dat het meeste regen naast me valt. Ja, maar ik weet dat het gaat stoppen, joh. En dan gaan we genieten. Kom op, joh. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Zo, we zijn er klaar voor. Alles is gereed. Alle lampjes staan op zijn plek. Bomen zijn uitgelicht. Hier is de hele entree ook klaargemaakt. Het is echt net alsof we in een sprookjeskasteel komen. Kijk, mooie ijsculpture. Hier is de groewijnbar. Rob met zijn hele mooie tafel. Met allemaal kerstbestukken. Mooie lampen daarachter. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik neem jullie nog heel even mee naar binnen. Want dan is het tijd voor omkleden. Nou, ik heb zelfs de entree. Hele mooie planten achter me. Daar is de productieruimte. Is iedereen heel druk bezig. Even groeten. Hey! Hey. Hey. We nemen jullie heel even hier mee naartoe. Ja, de tafel wordt nu gedekt. Ja, hij heeft een lekkere afdruk. Dat gaat het worden. Jongens, ik ga me nu omkleden. Klaar voor de opnames. Ik zal zeggen, tot zo. Voor mij voelt het wel echt heel speciaal dat ik gewoon nog een keer zo gaaf in mijn potjes en mijn pannetjes mag roeren voor je. Tot zo! Thank you.
Rob, yes, het hoofdgerecht. Hazenrug, hier echt letterlijk uit de streek. Echt mooie van streekproducten. Ja, we hebben voorgeproefd, waanzinnig van smaak. Bataat, zoete aardappelpuree. Er zitten uitjes, kanterelletjes, bospaddenstoeltjes die hier ook gewoon uit het bos geplukt zijn. Hazenpepers zit erbij. Het is echt een feest. Eet smakelijk. Hey, ja, maar aan alle leuke dingen komt. Maar ik wil eerst wat anders zeggen. Wat dan? Nou, ik zou je vertellen, we maken dit programma. Dat maken we elke week. En ja, Ivo en ik die komen in beeld. En ze zeggen altijd, god, wat werken jullie hard. Maar we maken dit programma met 40 mensen. Die ziet niemand. Die werken keihard. Elke week moeten we een programma maken. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Want op Facebook staat altijd dat wij zo hard werken. Maar ja, dat is natuurlijk niet die zo. Die werken harder dan wij, dat klopt. Kijk, dat is het echte woord. Nou, dat wil ik toch gezegd hebben, want anders had het programma er niet geweest. Maar ja, nou zit ik tussen jullie. Het was de eer van jou. Ja, dat vind ik echt super, super. Ja, het zit er gewoon weer op, hè? Ja. Maar het is zo, ik ga iedereen natuurlijk prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. Absoluut. Hoor ik wel. Volgende week kom je verder. Volgende week zijn we er gewoon weer. Ja, bedankt. Ja. Tot volgende week, hè? Tot volgende week. En de herinneringen zitten toch in je hart. Ja, zo is het. Even keertje kijken naar het mooie plek waar we gisteren hebben gedineerd. Wat was dit een magische kerst. Of zoals Rob het zegt, een sprookjesachtige kerst. Nou, ik wil iedereen onwijs bedanken voor een heel mooi en plezierig 2018. Ik wens jullie allemaal ontzettend fijne feestdagen. En een mooie... Wow. Check dit dan. Oh, het sneeuwt allemaal. Het is echt net alsof het kerst zou moeten zijn. Oh, wat vet. Wat gaaf. Nou, dit had zo moeten zijn. Jongens, onwijs bedankt voor al jullie steun in 2017 bedoel ik. En natuurlijk ook richting 2018. Super tof dat jullie ons hebben blijven volgen. Ik hoop dat jullie het super tof vonden wat ik en mijn team hebben neergezet. En ook het team van Rob Stuinverbouwing natuurlijk. Nou, ik wens jullie allemaal, jullie vrienden, familie, kennissen, allemaal iedereen, een onwijs fijne kerstdagen. En een gelukkig, maar vooral smart 2018. Bedankt voor het kijken nogmaals. En tot snel. Ja! Lotje! Joehoe! Hey poepie! Hoe was het? The day after. The day after. Nou, ik... The year after voel ik me eerder. The year after. Je bent niks gewend, jij. Hé, maar ik mis deze vrouw toch zo ontzettend, hè? Ja, ik ben er nou, toch? Kijk, nou, althans, in het programma mis ik er. Maar in echt, je hebt een mooie printje samen. Dat bedoel ik. Nou, net zeggen. Dus heb je een mooi interieur nodig? Jornaspapens.nl. Ja, yes. Toppie. Kijk. Nou, Mop, ik ga ontbijten. Ontbijten? Ik heb het al op. Oh. Nou, ik moet nog beginnen. Ik moet nog beginnen. Nou, okay. Heel veel drinken. Adio. Mijn hele team, iedereen, een fijne feestdagen. En een ontzettend gelukkig, maar zwart. Smart, niet zwart. Hoe staat hij aan? Voor mij is hij uit, hoor. Hij staat aan. Ik zie het scherm. Oh. Sorry, Magisch betekent, het is er en daarna is het weg. Ik ga een sprookzachtig show. Het, zoals ik het zei, het magische effect. Maar ik noem het eerder het sprookzachtig effect. Best een uitdaging om voor Rob van Linden dit keer de tuin te mogen aanpakken. Ja, doe een jasje dicht. Ben je ook bij Thijs? Dat wordt erg gevaarlijk. Ja. Ik ben nu alleen een filmpje aan het maken, hè? Wat? Oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.